Hoi. Ja? Wat doe je hier? I'm taking over. Taking over? Hoe doe je dat? Nee. Ga je nog proosten mij, of niet? Kom op, proost. Een met je beker tegen de camera. Ja, dat is een beker. Ik heb een beker. Aan de zijkant. Van jou links. Ja, daar. Wat? Proost. Jongens in de game, jeetje. Happy birthday. Iedereen wenst me happy birthday. Echt leuk. Oh, Irma staat als vuur natuurlijk te begeleiden. Kijk, die is druk bezig. Ik denk van nou, dan gaan we die hendel overtrekken. En nu die. En Oscar ook hier. En kijk, een beetje zwart is er ook. En wie nog meer? Even kijken, Piepster zie ik. En ik zie Kiki. En ik zie wie nog meer? Trevor zie ik. En even kijken hoor, nog een Genta zie ik. En het geluid iets zachter. Dat is veel te hard al dat vuurwerk. Irma, stoppen! Stop! 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 Zo. Hey mensen, ja, ik wil sowieso iedereen bedanken die mij een fijne verjaardag heeft gewenst vandaag. En ik laat gelijk zien wat ik van Robbie heb gehad. Nou, één zit al in mijn maag. Dat was een Donald Duck ei. Een chocolade ei, daar zat dit in. Speeltje. Ik weet het kan zien. Echt het grootste Donald Duckje wat ik ooit heb gezien. En ik heb nog ergens. Oh, dat heb ik leeg gegooid. En ik heb dit ontzettend vette shirt gekregen van Roy. Van Breaking Bad. Maar dan in GTA-stijl, hè? Wist dat, Roy? Ja, dat wist ik. Maar ja, weet ik niet. Misschien dacht je iets van. Dat weet ik niet. Dat. En je bent ook in de aflevering, hè? Voor mij is dit de eerste keer. Wat, in de aflevering? Ja, dat je in de aflevering zit. Oh, met mijn cam wel? Maar hoe voelt dat? Dit had eigenlijk een special moeten worden. Ja, oh. Het is ook een special eigenlijk. Ja. Het is, ja, het is Disneycraft aflevering 69, toch? Uit mijn hoofd. Ja, oké. Okay. Ja, nu weet ik het niet meer. Is het 69? Is het 69? Wat een verwarring. Het is gewoon een verwarde dag vandaag. Ik zou hem gewoon niet weten. En alle VIP's zitten hier bij elkaar te vliegen. Wat een gezellige zooi hier ook bij elkaar. Hallo. Nee, ik heb goed nieuws. Ik heb natuurlijk ook niet... Jullie hebben niet alleen aan mij gedacht, maar ik heb ook aan jullie gedacht. En we hebben een beetje voorbereiding gedaan, hè, Roy? Roy? Ik weet niet wat. Je moet naar links kijken. Ja, Roy, we hebben dingen gedaan, hè. We hebben... Lijkt nou of we bij elkaar in de kamer zitten. Oh! Oké. Okay. En wat voor voorbereiding hebben we gedaan, Roy? Nou? We gaan links kijken. Oh. Wat voor voorbereiding hebben we gedaan, Roy? Weet ik niet. In de server. Ja. Oh, die taart en vuurwerk. Ja, ook. Ja, de taart natuurlijk. En? Wat is het? Wat is het? Je gooit het en dan kan je tot 6 kop gooien maximaal. Dobbelsteen. Ja. Nu zit er ook dobbelstenen in het spel. Oh. Mooie grote dobbelstenen. Wat is er? Had je niet verwacht, hè? Nee. Nee. En natuurlijk. Nou, het belangrijkste is natuurlijk, wat Roy is vergeten te zeggen. Er zijn een hoop attracties klaar voor 2014. Die straks door jullie kunnen bestuurd worden. Ja, lach maar. Lach maar. En die attracties. Ja, dat worden dus hele awesome attracties. Namelijk de Simba Coaster. De Wonderworld, de achtbaan van Mickey, de Kabouterrit, de Disney Tour, de Space Mountain. Niet alleen daarvoor staan Castle Terror, Tarzan, de Cars en Geheim. En één van de geheimen hebben we ontrafeld, dat is namelijk de Clown Down. Dat wordt ook een achtbaan die bestuurd gaat worden door de medewerkers. Dus als Oscar dan bijvoorbeeld meekomt, ik weet niet, Oscar ga je mee? Oscar ga maar mee, kom. Ja, kom maar. Hij hoort mij niet, maar hij weet gewoon van kom mee. Oscar, kom, ik zeg het wel eventjes. We gaan naar een attractie toe. We gaan er gewoon helemaal naartoe vliegen. Ik denk dat wij naar... Welke attractie zullen we doen, Roy?
Ik denk dat de Mickey dichterbij zit. Ja? Mm-hmm. Zullen we Mickey doen laten zien? Of de Disney Tour? Oké, kijk. Oh, alle VIP's komen. Ik zeg Oscar. Ze komen gelijk allemaal achter me aan. Je hebt ook fly, hè, Robbie? Ja. Ik ben als met niet. Moet wel een beetje naar links kijken, dat is realistisch. Oh, sorry. Ja. Ja, ja. Niet uit. Ja, ja, ja. Oh, je praat graag tegen een muur. Oké, Oscar, kijk. Oscar gaat dadelijk hier naar binnen. Dat is de medewerkersingang van de Wonderworld. En hij zegt van, oh ja, ik ben een VIP-medewerker. Toch, Oscar? 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 Oh, hij wil heel graag naar binnen. Kijk, dan klikt op die knop. Zo. Kijk, dan komen ze allemaal naar binnen. Zo. Kijk, kom maar. Al die VIP's, zo. Huppakee. Ja, kom maar. Nee, niet meer doen. Hij mag niet naar binnen. Hij is op zoek. En dan gaan we hier naar binnen, zo. En dan denk ik van, oh, achter de schermen, zo. En dan kun je dus dit gaan besturen, deze attractie. En bijvoorbeeld, ik ga het laten zien, kijk. Ga er maar lekker in, kijk. Ga er maar in. En dan kun je bijvoorbeeld op start drukken, kijk. En dan druk op start. En dan gaat de attractie aan. En dan gaat die naar voren. En dan kunnen mensen zo erin wanneer ze willen. Maar het voordeel is dat mensen dus gewoon... Kijk, Blow Bullet gaat er al in. Oh, hier maar weer met de vuur. Dus dat is wel grappig. En mensen kunnen ook broadcasten. Van, oh, hij is open, open. Kijk, we doen hem gewoon even open in deze video. Hij is wel een beetje in het wit. Dat is wel jammer. We moeten nog even kleurtje gaan geven. Nou, als het goed is komen er dadelijk mensen. Kijk, er komen wel een paar. 4, 5. Maar ze kunnen nog niet naar binnen. Dat komt omdat hij dicht is. Maar nu wil hem open. De attractie open. Dat kunnen jullie dan ook doen als VIP-medewerker. Nou, dan gaat hij open zo van... Nou, nou, daar komen we. Lalalala. Nou, hij zit al vol. Dus we moeten een karretje natuurlijk wel door laten gaan. Ik ben geen goede medewerker. Zo, en dan gaat hij door. Zo. En dan wachten we even. Oh, daar komen ze. Lalalala. Goed, hè, Oscar? Oscar. Goed, hè? Oscar zwaait naar de mensen. Ja, hallo. Oh, we moeten starten. Ik weet het, jongens. Jullie kunnen het nog niet, maar jullie gaan het overnemen van mij. Ik ben er niet goed in. Ik weet niet of je nog eentje kan inrangeren. Proberen. Ik denk het eventueel wel. Maar ik weet niet zeker. Want we hebben een aantal dingen ingesteld. Dat er maar een paar attracties... Er zijn maar een paar stationen. Ik zal eens even kijken voor de gein. Oh, die gaat dus niet verder. Die is waarschijnlijk gebukt. Ga er niet voor zitten. Wacht even. Ja, het kan zijn, het is natuurlijk iets nieuws dit, dus het kan zijn dat het even een beetje bukt. Sorry hiervoor. Maar als ik dit sloop, dan gaan mensen daar overheen. Ja, wacht even. Nee, nee, weg, terug. Oh god, had ik moeten weten dat ze dan een attractie ingaan. Voorspelbaar. Oh, ze komen gelukkig weer terug. Nou, ze zijn lieve bezoekers. Ik ga kijken als ik hem inrangeer. Want dan, er kan af en toe problemen komen. Met de dingen. Oh, daar komt hij al? Ja, daar komt hij al. Er komen twee karretjes door elkaar. Wacht even. Het gaat helemaal niet lekker. Wacht even, jongens. Dit is geen goed voorbeeld. Nee, dit is ook allemaal nieuw voor mij, dit systeem. Dus even allemaal wennen. Kijk, er komen al nieuwe. En als het goed is, moet hij erachter stoppen. Kijk. Ja, want dat is het tweede station. Zie je het? Hij stopt dus daarachter. Nou, dan start je hem. En dan komt de volgende. En dan gaat hij weer door. Dus dat is wel grappig. Leuk systeem, hoor. Kijk. En ik zit lekker weer op mijn verjaardag aan de thee. Theeleut. Theeleut. Roey, theeleut. Wat ben je aan het eten, Roey? Chocolaatje. Chocolaatje. Nou. En er komt een nieuw karretje. Kijk, dan kunnen mensen gelijk erin. Hallo. Nou, zo gaat het systeem. En dat is bij bijna 10 attracties kunnen mensen dit gaan doen. Hartstikke leuk. Echt, ik heb er ook zin in om gewoon niet een attractie te besturen. En gewoon dat ik ook gewoon een bezoeker ben. Dat lijkt me best wel grappig. Dat ik gewoon aankom en dat mensen gewoon zeggen dat die gewoon, ja, gewoon een automatisch systeem. Maar dan dat medewerkers het gewoon hartstikke naar hun zin hebben. Nou, ik doe even dicht de attractie. Zo, hij is dicht VIP vanaf nu. Plus, hè? Ja, voor VIP Plus.
Nou, dan start ik deze nog. Hoppakee. En inderdaad, ja, het is hartstikke leuk. Ik zou het geweldig vinden, want ja, we hadden dit systeem al niet. En we breiden langzaam maar zeker maar uit, hè, Roy? Zeker. En zo is het nou eenmaal. Er komt ook binnenkort een video online van een nieuw iets. En ik laat even zien wat het is. Als ik nog even op start druk, want hun willen ook nog wel even een ritje. Dan komt het wel goed. Dan ga ik even snel naar Warp Sprookjes. Want daar is namelijk iets waar een van de grootste sprookjes die we gaan bouwen, is een heel apart iets. Roy, jij hebt er ook aan gebouwd. Wat kan je erover vertellen? Ja. Het was veel werk. Maar het is heel leuk. Ja, ik weet niet hoeveel ik mag weggeven. Wat wil je weggeven? Weet ik niet. Dan eens kijken. En de pincommand is hier ook. Zie je, die is ook wel nieuwsgierig naar het nieuwe gebied. Er is namelijk de assenpoester. Maar ik dacht van, dit wordt een van de grootste sprookjes. Totdat ik drie screenshots kreeg van een bezoeker. En die had iets gemaakt en die stuurde het naar me op. Als idee voor een soort sprookje. Nou, toen hebben wij zoiets van, oké, we gaan het bouwen, maar wat gaan we ervan maken? En toen had ik zoiets van, dit lijkt verdacht veel op It's a Small World. En aangezien wij ooit een probeersel hebben gedaan van It's a Small World, hadden we zoiets van, ja, het was ook echt een small world. Het was een kleine attractie, het zag er niet uit. En ja, dit welke ziet er gewoon... Welke attractie dan? Binnen in het gesloopte gebouw van de Clowndown. Daar, dat grote regenbooggebouw. Daar hebben we toch in de video hebben we daarin gebouwd, Roby. Zeg je dat weer vergeet? Nee, was het van een small world? Nee, toch? Jawel. Ik zou eerder zeggen de clownenval dan. Vanwege die, al die landen. Oh nee, niet die. In dat grote gebouw met die regenboog. Ja, begrijp het, maar... Nee, maar niet, niet de clownenval, maar die ernaast Nee, maar stond. In It's a Small World kom je ook in verschillende landen. En ja, dat is in de clownenval ook. Ja, maar dan hebben we natuurlijk een beetje het clowntjes thema. Dus dan is het gewoon feest over heel de wereld. Maar hier is It's a Small World. Gaan we juist een beetje... Het wordt natuurlijk wel een beetje een clownenval attractie. Maar het wordt een ander iets. Het wordt namelijk een boomstam. Of nee, het wordt een dat je in een bootje zit. Hè, waterbootjes. Oh ja, oké. En dan ga je met een rit van twee, misschien drie man. Ga je dan lekker hierdoor. En ik was hier bezig met bouwen. En ik denk dat ik nog gewoon een stukje verder ga bouwen. We zien dus echt een exclusieve preview van een nieuwe attractie. Hoe voelt dat? Hoe voelt dat? Ik ben toch geen bezoeker? Oh, ja, nou maar ja. Kijker. Stel je in als bezoeker. Oh ja, zou ik als ik zeg, zullen we gewoon VIP geven? Vandaag? Ja, oh, zeg hem. Een microfoonview. Echt zo? Ja, nou bijna. Ik hield er nog net tegen. Dan ga ik even de webcam verplaatsen, niet schrikken. Zo. En dan gaan we in deze video gewoon even VIP weggeven. We gaan VIP weggeven. Oké, we gaan gewoon eens een lijst. Ik heb een lijst met mensen. En ja, het is jammer dat jij niet server bent. Maar Gio wel. Uh-huh. En anders ga ik gewoon even op Teamspeak. Want in Teamspeak is het altijd feest. En dan ga ik gewoon vragen van blablabla. Hallo mensen, welkom in de video. Hallo. Ik zeg net in de server. Wat ben je stil? Sorry. Ja, ik was even met Roby zit er mee in de video. Ze speelt mee. Ze zit naast me hier. Ja. Oh god. Nou ja, met de webcam dan. Ja, met de webcam. Oh. Hallo! Hallo Roby! Lang, sorry. Ja. Alweer? Alweer, ja. Ik ben net jaar geweest, joh. We hebben het al lang gevierd, dat hoeft niet meer. Oh. Niet belangrijk. Nee. Vincent weg, want dan gaan ze zingen, dat doen we niet. Ja. Weg. Nee, we hebben koppijn. Nee. Lololololo. Nee. Hou je mondje maar dicht. Nee, helemaal niet. Als je zo door blijft zingen, leeft hij niet lang meer, hoor. Oh! Oh. Zo. Ja. Het is dan jullie schuld als hij straks doodgevonden wordt onder een brug? Ik weet van niks. Ik weet van niks. Maar hij zei al dat hij zijn 24ste niet zou overleven gisteren. Nee, dat klopt ook. Ik heb je nodig. Oh, je hebt me nodig, ja, zeg het eens. Ik ga een VIP weggeven. Oh. En ik had zoiets van, ga jij maar een naam uitzoeken en die een beetje opvalt. En dan, ja, dan zet ik die gewoon voor een dag VIP gelijk erbij. Dan ga ik eens even kijken in de tablist. Ja. Ik zou aan... Veel succes. Mees... Oh nee, wacht, die is al VIP.
Dat is een kleur die, ja, iemand die nog geen VIP is. Ik kies Monty Snor. Monty Snor? Monty Snor, dat is wel een leuke, ja. Ja, maar, dat vind ik leuk. Als ik in de server ben, mag ik dan zijn niet reageren. Monty Snor leuk. Gewoon niks zeggen, gewoon VIP geven. Gewoon VIP geven, ik denk dat is een Pokémon. Ja, gewoon niks zeggen, gewoon VIP geven. Ja. Mag ik er ook één kiezen? Ja, je mag er ook één kiezen. Trek me bij! Ik ga voor een trouwe speler kiezen. Oké. Okay. Ik wil, kies Kasteelvuur, denk ik. Met de hoofdletter K? Oh, nee. Nee, maar kleine letters. Maar Kasteelvuur heeft op VIP. Ja? Ja. Nee, Kasteelvuur niet. Wel. Kasteelvuur, nou, die wordt VIP. Oké. Okay. Die heeft al VIP. Goed. Nee, die heeft geen VIP. Echt? Nee. Toch? Nee, toch? En die heeft geen VIP. Nee, geen VIP, Volgens nee, de taplist niet. Nee, oké. Okay. Brian, wie kies jij? Oh! Moet ik ook iemand kiezen? Tuurlijk. Oh jee. Mag ik mezelf kiezen? Wil je een VIP? Ik kom dan heel snel, want lieve schat, ik heb Minecraft niet openstaan. Dus het moet even snel komen en dan kom ik voor je kijken. Is goed. Vraag het over heel even nog maar. Kiezen? Wat zegt u? Mag ik er een kiezen? Jij mag er een kiezen. Even kijken. Vooruit. Oh, niet stiekem jezelf kiezen dan, hè? CH-2000. Mijn hoofdletter, wat was het? CH. En dat is dan hoofdletter. Oké, okay. Nou die. Dan laagstreepje 2000. Ik doe eens gek. Wie is er jarig? Dat vraagt hij. Wie is er jarig? Geef je VIP. En je weet niet wie jarig is. Gio! Gio! Ze denken dat Gio jarig is. Ja. Hi Brian. Hallo Irma. Irma. Ja, ik ben voor je aan het kijken, ja, hè, kijk Irma ook even iemand? Tja, wie zou ik toch eens kiezen? Oh, ik weet wel wie Irma gaat kiezen, hoor. Ja. Dragon? Oh, die man. Ik denk dat ik ga voor Lars Miner. Ja. Hoe schrijven we dat? Lars, hoofdletter M en L? Ja, wacht even, kijk. Oh, oeps. Wacht even, kijk. Ik zeg dus mijn naam in de chat, wacht even. Ja, zo. Ja, ik schreef precies goed. Nou, dat is positief. Nou, ja. Je ook je naam moet schrijven. Ja. En Brian, weet je al iemand? Ja, nou, ik zal eens even vertellen. Ik vind eigenlijk, maar dat is omdat ik dat zelf zo leuk vind. Maar, ik weet het eigenlijk niet. Zal ik anders gewoon random iemand gaan kiezen? Dan moet je je ogen dicht doen en je vinger of zo. Nou ja, echt hè. Ja, zo van over het beeldscherm met de tab ingedrukt. En dan ik ga het zo doen. Ik ga de hele tijd tab zo indrukken in de chat. En dan moeten jullie stop zeggen. En wie het dan is, die krijgt de VIP. Oké, is goed. Ik ben al bezig. Top! Dat heet... Oh. Max Lover Legend. Dat heet. Jeetje, hebben gelijk dat de kortste naam gekozen. Ja, dat klopt. Nee, dat hebben jullie gekozen. Max Lover Legend. Hey, dat heb ik gekozen, Ryan. Het is, wil je dat ik het hier in de chat zet, of even privé Max ergens? Lover Legend. Even kijken, Max Lover. Met twee X'en. Twee X'en. Oh, Max Lover. Max Lover Legend. Allemaal kleine zonder hoofdletters. Ja. Nou, die is nou ook binnenkort een keer een VIP. Jee, ik heb hem ontvangen. Ja, ik word nog steeds gekozen. Bedankt, Emma. Alsjeblieft. En Vincent. En Vincent ja, natuurlijk. Gedaan. Nou, hebben we nog iemand? Ja, ik. Koen Smeets. Koen Smeets, ja? Ik weet niet of die al VIP is, nee, maar die hij had wel een leuke reactie op mijn... hij is niet in de server. Nee, dat is jammer. Dat is jammer. Pech dan. Vincent, mag ik jou 5 Disney coins geven voor 1 dag VIP? Goh. Natuurlijk. Ja, die vraag wordt overgeslagen, hè? Ja. Waarom geef je mijn broer VIP? Ja, omdat hij jouw broer is misschien. Oh nee, ik heb gewoon een Donald Duck skin en hij vroeg zo voor me. Ik denk dat ik... Er zit iemand in een server, die heeft een hele coole naam. Die heet iets van... Gio. Die zit heel vaak in de server. Echt een coolste speler geworden hoor. Het is op de Gio, Bunny. Het is op de Gier. Het is op de Gier. Hé, hebben we niet met Skype? Alles Nick. Gio, zit je op Skype? Ja. Hebben we niet dat je meer... meer premium. Ik heb premium, ja. Wacht, ik heb Skype premium. Hier, personen toevoegen aan dit gesprek. Doe gewoon Gio.
Kijk of dat lukt nu. Ik moet je wel even mute op Teamspeak, denk ik. Gaan jullie stiekem zitten te cammen? Hallo! Hallo! Vieze rekjes! Hallo, Louis. Hallo, ik zie jou nog niet. Of rood? Nee, oh jee. Ja, dan moet ik dan even instellen hoor. In mijn zorgje. Maar je hoeft toch niet allemaal Skype Premium te hebben als er maar eentje is die Skype Premium heeft? Maar ik kan überhaupt al niet skypen. Maar nu staat Gio naast me. Oh, en Roy nu. Het wordt afgewisseld. Voor mij, degene die praat, komt nu naast me misschien. Ja, oh, ja. Hallo Gio. Vincent, kun je ook vragen of Roy in Teams? Nou, dat ben ik weer. Nee. Oh ja, dan ben jij er weer. Praat dat is waar de mensen. Hi, ik ben er nu, denk ik. Ook weer een echo. Dubbel. Kunnen wij het ook ergens bekijken? Ja, als de video geüpload. Ja, maar ik wil het nu zien. Sorry. Ja, Aap. Kun je anders vragen of Roy in Teamspeak gesprek komt? Dat is tien keer makkelijker. Ja, nee. Roy op Teamspeak komt inderdaad. Ja. Oh, oké. Ja, Roy, ga jij eens even naar Teamspeak. Nee. Dan kan ik een beetje op. Oh shit, je zit in home. Ja. Ja. Ik mute even op Skype zo. Ja, ik ook. Ja, maar moet je even jezelf dan, ja. Irma, heb jij al een webcam? Dan gaan wij gewoon lekker op Tiny Chat en dan gaan we hun de link niet geven. Oh, Brian. Misschien kan ik jou toevoegen, Brian, op het gesprek. Op Skype gesprek. Ja, voeg mij ook eens toe. Ja, maar jij hebt geen webcam. Geen cam, dat telt niet. We moeten elkaar wel kunnen zien, want anders is het niet in team. Ik heb dinsdag wel cam, denk ik, misschien. Heeft Oscar ook een cam? Ja, maar die is momenteel kapot. Oh, jammer. Oh. Wie nog meer heeft mij op Teamspeak of Skype? Oh, mijn webcam doet een beetje poeperig. Goedemorgen, Brian. Hallo. Hallo. Ik zie Gio. Oh, wat En Roy? Ja! Wat een lekker chocolade. Heb je al nieuwe chocomel besteld? Waar naar de kamer? Heb ik al wat besteld? Nieuwe chocomel. Chocomel? Ja? Chocomel. Oh, alsjeblieft, je grote mel met je chocomel. Je hebt het waarschijnlijk een keer in een video gezegd, Roy, en dat onthouden ze dan. Ja. Echt waar? Nee. Ja, nou ja, omdat ik vooral in een chocoladekraampje stond, hè, dus. Het is wel koud hier, oh, je man, wacht even. Je echt al hypo op de vroege ochtend, jij? Oh, ik echt, hè? Ja. Hij schreeuwt altijd, dus. Het is echt heel koud. Maar ik heb net gevoetbald, dus ik ben al een beetje wakker. Oh, oké. Okay. Wakker worden. Ik heb niet gevoetbald. Je zit hier al vanaf 8 uur. Oh. Dus, ik was zo. Ja, maar ik je bent niet weg geweest. Dus ik kan even een badjas om, hoor. Het is echt kwart heel voor 11 koud mijn hier. Bed uit. Doe normaal 8 uur al op. Brian. Ja, Roy, het is hartstikke koud hier. Ga niet zitten lachen. Oh, kijk hem zitten. Het is echt heel koud. Echt heel koud. Allemaal. Oh jee. Uh-oh. Zo. Oh, hij is echt zo'n hobbit. Oh, je hebt de film niet eens gezien, Roy. Echt slecht dat je daarmee echt waar, hoor. Ja, ik heb toch die godverdomme eerste drie films bijna afgekeken. Sst, ik ook nog niet, Roy. Hey, Roy, je hebt echt zo'n schattige skin. Be happy. Wat heb ik? Schattige skin. Nou, dan ben je de enige die het schattig heeft. Oh, oh my god! Ik heb een goed idee. Nou ja, ik zat laatst met Kiki te Kiki. Is Kiki nou weer? Kiki L. Kiki. Kiki. Moet je Oh, gaat hij weer met zijn slagroom, hoor? Nee, kijk nou maar. Kijk. Ik heb lekker chocomel. Het verandert af en toe. Oh, mag ik ook chocomel? Nu zie ik Gio. Misschien zie ik daar bij. Het is wel warme chocomel, mag ik hopen. Ja! Ah, oké. Oh, nu heb ik het door. Ik ga zo ook chocomel. Nam. Lekker. Hallo. Volgens die kiddo. Vincent, wanneer gaan de studio's open? Nooit. Morgen. Nooit. Gisteren. Als Wally af is. Wally is al af. Wally is af. Echt, man. Ja, door wie, hè? Ja, door Vincent natuurlijk. Aro, je zit niet zo te liegen, man. Krijg. Je hebt er niks aan. Oh my god, ik heb al die... Emma, accept. Is er vier pen? Naughty. Ik heb niks aan gedaan. Emma, take action. Naughty. Hand over de rand. Ik heb geen handdoek liggen. Poep. Dat is Sky Premium, joh. Wacht even. Vincent, help.
Wat is er? Maar Vincent, zitten mensen achteraan in de server, wordt achtervolgd. Ik moet beginnen mij. Op nieuw gebied. Vincent. Ja. Oscar. Waarom wil je gaan skypen als je ook met Oscar komt met meerdere leuke mensen? Oh, wow. Niet dat ik Chloe leuk vind. Ik Vincent. Jij? Ik vind Chloe niet leuk, maar... Jij? Kijk, dit is dus je e-mail. Wat is er? Ga niet zo zeggen, ga niet zonder te praten iets over me zeggen. Zonder te praten. Chloe! Dat ga je niet doen hoor. Ik hè? Ja, jij. Ja, ik zag het wel. Chloe mag niet. Jits en ik heb een beetje nog aan. Je wil praten. Nou, gaat zo heen hoor. Je gaat te kijken. De chat zegt gewoon, je mag dit gewoon. Oscar, TP aanname. Ik zit in de... Oscar, TP aanname. Ja jongen, het ging over de rand heen. Mijn hele bro was nat met chocomel. Oscar, TP aanname. Chocomel. Chocomel. Zo, even in rust jongens. Kijk, dan slepen we Brian. Hallo Brian, even in rust. Hallo. Hallo Roy, even in rust. Hallo Gio, echt, even in rust. Zo. Zo. Oh, daar zitten we in alle rust te kemmeren. Nee, nee, nee. Ja jongen, dat is lekker. Malties. Wat erg. Oh, wat een rier. Die is op nou, rieren, bro, zo erg is het niet hoor. Ik vind het leuk dat Skype dat automatisch neerzet. Afwisselt, als, ja, afwisselt. Ja, dat is wel leuk joh. Nou, ik heb dat uitgezet. Ik vind maar het niet dat leuk. Heb je toch ook als je geen cam hebt, dan zie je eerst dat die naam, dan die naam. Dan... Ja, klopt. Ja. Daar is het denk ik dan. Heb je nu ook bij Vincent. Je ziet Vincent zijn foto's steeds. Ja. Ja, ik niet. Ik heb dat echt uitgezet. Ik vind het heel vervelend. Ja, ik heb gewoon een schermpje. Ik natuurlijk, omdat ik natuurlijk in dat programma heb ik hem aan. Gaat ja, jij bent goed. Natuurlijk te lelijk, hè? Oh! Ja. Dan breekt de webcam meteen in 100.000 stukken. Brian, ik heb een shirt. Krijg zijn computer spontaan een bluescreen. Wat zeg je? Ik heb een shirt gehad van Roy. Ja, dat wist ik. Roy zei tegen mij wat ze had besteld voor je. Ik zeg ze, oh, dan ga ik aan Vincent. Nee, 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 nee! Reetje eend. Je bent ook weer geluiden. Zo. Nee, helemaal niet. Oh. Maar het was wel een beetje laat hoor, gisteren. Zo. Poepsie poepsie. Nou. Wat laat kwart, zijn jullie kwart nog voor problemen? Vier. Nee. Ja. Ja. Nee joh. Ja. Kwart voor vier mijn nest in, kwart voor elf eruit. Ik was om 9 uur wakker, toen was ik mijn nest al uit. Nee joh. Ja, ik was ook al wakker, maar ik kan me weer omgedraaid. Ik kon ook niet slapen, ja. Ik zat de hele tijd te denken dat ik ben dood en... Nee, ja, want ik kan ieder moment langskomen. Ja. Maar ik kan ieder moment naast je bed staan. Zo jongens. Oh. Lekkere video. Zo, ik had trouwens gekeken, die timelapse die ik had gemaakt, die was serieus echt 1,5 uur opgenomen. Echt? Ja, echt wow. Zo mooi, joh. Is wel een tijdje nog. Ja, is wel spannend. Ja, hij is wel leuk hoor. Ja, hij is echt leuk. Zal ik mijn gordijnen openmaken of dichtlaten? Als het gordijnen zijn, is het goed. Ja, nee, maar als ze openmaakt, dan schijnt die zon zo in mijn gezicht. Ja, dat is jammer, ja. En dat is wel slecht voor je huid. Ja, slecht voor je huid. Zijn gezellig hoor. Oh, ik ben nou helemaal wit op de webcam. Eet je al genoeg? Ja. Ik ben gewoon een beetje ziek. Hij sparkelt. Hij is een van... We moeten even allemaal Rick gaan retweeten, jongens. Ja, we moeten allemaal Rick gaan retweeten. Dan gaat hij in de achtbaan een video opnemen voor Vincent's verjaardag. Echt, hè? Voor de webcam? Hij gaat zeggen, hij heeft gezien, bij 25 retweets maak ik vandaag een video waarin ik Da Vinci Stel feliciteer terwijl ik in een achtbaan zit. Nee joh, echt? Hij gaat weer naar de Efteling vandaag. Voor de vijfde dag op rij. Ja. Nee, wat is er aan de Efteling dan? Wat is er aan de Efteling? Pardon? Nou, hij heeft een abonnement, hij is er elke dag. Oh, nee, maar ik dacht dat er iets speciaals bijzonders was nu in de gaten in de Efteling, omdat hij daar naartoe gaat. Nee, hij gaat iedere dag zo'n beetje. Ja, dat is wel, ja. Als je er vlakbij woont, dan is het gewoon leuk om even snel... Volgende week ook weer. Ryan heeft er al zin in. Wat gaat hij doen dan? Ik had er al zin in voordat het afgesproken was. Ja, klopt. Wat gaat hij doen dan, Aap? Naar de Efteling. Oh, met wie? Met Gio en Rick en Quinn. Nee joh. Mm-hmm. Jawel. Oh. Mag niet mee. Oh, nee, je mag niet mee, want je bent te lelijk voor ons. Ja, je stomme hobbit. Oké, daar zit wel wat. Daar zit wel wat in. Nee, maar... Oh. Oh.
Oh, wat grappig. Dat is echt heel leuk. Welke datum gaan jullie? 3 januari. 3 januari? Ja. Yeah. Wat een akelige datum. Vrijdag. Ja, waarom? Ik zeg zomaar. Als ik een auto kan regelen, gaan we naar de hand met z'n allen lekker naar de McDonald's met z'n vieren. Lekker vreten. Keileuk. Ja. Vet mesten. Vreetschuur. Vreetvol. Oh Gio. Ja. Ik zat te denken, dan zal ik de kaartjes wel alvast bestellen. Dan kan ik ze uitprinten. Hoef je niet bij de kassa aan de rij te staan. Oh, dat is wel handig, ja. Ja, anders moet je gewoon uitprinten van tevoren. Of je niet... Ja, ook dat zeg ik, lieve schat. Hè? Ja. Nee. Hop. 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 Zo. That face. Die meld die die erbij trok, hoor. Als je nou nog niet door hebt, het was hap. Hm? Ja. Ja? Oké, ja. Oh, een vriend van me houdt me trouwens altijd in de gaten als ik met jullie bezig ben, hè. En dan? Echt? Ja, ik begon zo meteen hem te praten vandaag. O jee. Want ik vroeg me af wanneer ik de laatste keer in de Efteling was geweest. En ja. Toen op een gegeven moment zegt hij... Even teruglezen hoor, want dat vind ik wel even leuk. Ja. Heb ook gezien dat je al aardig wat nieuwe vrienden hebt gemaakt. Vind het alleen maar tof voor je, want je bent erg gegroeid het afgelopen jaar. Dus ik denk, oh my god. Ik zeg, nou, volg je daar Vinstal Pro? Nee, hij zegt, ik ken een paar van zijn filmpjes van vroeger, maar ik speel geen Minecraft. Oh. En toen, hij heeft alle dagjes Toverland gezien en Drievliet en al die webcam video's. Dus hij zat op een ik zat op een gegeven moment zo van, ik zeg, geef me wel meer zelfvertrouwen, bla bla. Zegt hij, ja dat merk ik, Mr. Twerk. Oh. hij houdt me echt in de gaten. Gaming lekker douche. En dan ziet hij deze video en dan heeft hij zoiets van, oh. Ja, dan ziet hij deze video en dan denkt hij, oh my god! Ah! Of hij denkt, oh, 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 oh. Oh, de knoop. Oh, ik ga even die tweet via Teamspeak sturen in het Disneycraft chat. Ja! Dan wordt die op de hele server doorgestuurd. Ja! Op de hele ja. Teamspeak. Brian? Ja? Heb je gekeken wat ik aan maken ben? Een layout voor een nieuwe It's a Small World. Ja, maar lieve schat, ik ben ook met school bezig. Hallo, dat is niet belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. School in de hel. Ja, je moeder is school. Jongens. Wat erg. Het slaat ook gewoon echt nooit ergens op, hè? Echt, alles moet je nagelopen de hele tijd. Ik denk trouwens... Alles, ik denk trouwens dat voor een keer een volgende Kammen met de Crew aflevering Skype makkelijker is, hoor. Ja. Nu dat toch dat Skype Premium beschikbaar is. Ja, voor een jaar maar, hè? Ja, maar dat maakt niet uit. Maar... Een jaar maar. Ja, ik weet niet hoor, het is wel een heel... Ja, over een jaar bestaat Disneycraft toch niet meer. Dus hoef je ook niet te Kammen met de Crew. Ja! Over een jaar hebben we Eftelingkracht overgenomen. Oh, dat is de leukste grap van 2013, echt waar. Over mijn lijk. Echt Gio, jij hebt humor, echt waar. Weet ik. Tja, gewoon achterlijk, hè. Oh. dan weet je het al. Oh, wanneer? Het is gewoon echt achterlijk. Het is helemaal door elkaar ingefrummeld, maar dan zit het op een gegeven moment... Jongen. Heb je zeker de verkeerde webcam bij? Ja. Het lampje Nee, ik moet even de voetbalpoel invullen. Godverdomme, daar word je ook krank, joh. Jongen, altijd naar gezeik met geestelijk gestoord van je. Ouwe pleuriswaaf. Houd nou eens een keer je grote muil. Want ik ben er nou een keer zot. Er wordt daar nou ziek van. Wat zeg je nou? Wat zeg je nou? Helemaal niet. Je pakjes boten, joh! Hij is toch een stilletje pakjes boten, joh! Joh, die hangen lezen! Kijk, zal ik het even laten zien? Kijk, wie staat er bovenaan? Hey, Aldo! Aldo! En houd nou je best pleuriscoop, want ik weet het allemaal wel weer! Oh, 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 oh. Plus nice. 1. Plus 1. Oeh, ik ga een nieuwe layout opmaken voor de nieuwe attractie, maar het is echt bijzonder groot aan het worden. Echt ziek. Maar Gio, kom eens kijken. Voordat dus ik kom even kijken. Dat is wel leuk. Want we zijn er wel. Oh, zijn we nog aan het opnemen? Nee. Nee. Ik dacht dat we al klaar waren. Echt? Ja. Dus wanneer? Ja, weet ik veel. Al heel lang. Gio, wat vind je ervan? Je hoort toch de opneemstem. Nice. Hij is al heel mooi gethematiseerd, ik weet het. Ja, prachtig.
Ja. Ik vind dit ook zo geniaal gedaan hier, hè? Hier zo. Ja, het is een grove schets, hè? Die koolblokjes hier, nou geweldig. Ja. Nou Gio, die enthousiasme spat er vanaf. Jeetje. Niet te, hè? Kan ook overdrijven, hoor. Vraag voor een sollicitatie, misschien moet even op het forum kijken. Dat zou handig zijn. Dat wou ik net gaan antwoorden. Misschien? Kijk op de website. Kijk op de website. Misschien kan ik heb gewoon gezegd, kijk op het forum. Kan ik nog ergens over de website? Even kijken. Ik denk het wel. En die komt hieronder. Kijk jongens. Kijk hieronder onze namen. Ik was wel helemaal vergeten te monteren. Onderin hier. Onder Brian en mij. Brian, allemaal je dag zwaaien. Want we gaan stoppen met de video. Hé, wat jammer nou. Nou, hè? Dan voor het kijken naar deze speciale Disneycraft video. En ik hoop dat jullie dit een leuke aflevering vonden. Weer is wat anders. Laat weten wat je ervan vond. En bedankt voor het... Dat was heel leuk, sowieso. Sowieso. Doei, doei. Doei. Zwaar video met je kritische die je niet gebruikt. Boeien! Outro, oké. Oh, outro. Boe. Ja, hey, ja dan heet de outro, hè. Ja, outro. Ja, geen hoor. Oh, dat is in de knoop. Wat erg.